Ik vind dat jij de mooiste naam hebt van de hele wereld. Nou, dat vind ik lief. En Sigourney is ook, ja, dat is ook een maar bekende actrice. Maar is het Sigourney actrice. Of is het Sigourney Kay? Mijn naam is Sigourney. Ja. Zo ben ik geboren. Maar mijn achternaam is Korper en mijn artiestennaam is Sigourney Kay. Sigourney Kay. I love it. Okay. I love it. En vandaag is een hele speciale dag, ook voor jou. Jazeker. Want jouw nieuwe single is uit. Addicted. Ja. En ik kan niet ik, en ik weet niet ik. Ik kom niet uit mijn woorden meer. Ik ben zo addicted. Ja, en dan zien we Seven op het laatst. Het is niet de eerste keer dat jullie samenwerken. Nee, klopt. We hebben al best wel wat dingen samen gedaan. Hoe is het om met hem samen te werken? Ja, leuk. Heel apart. Ik denk dat niet heel veel mensen in eerste instantie aan die samenwerking zouden denken. Mm. Maar heel goed. We hebben een remix gedaan. Hij heeft een remix gedaan van mijn eerste Engelstalige single Sniper. Ja. Toen zijn we de studio ingegaan. Toen had ik eigenlijk een sessie met Kevin en toen was Seven in de studio. Oh, echt? En toen ook Sunshine opgenomen? Ja, toen is hij eigenlijk gebleven. Was een soort van toevallig. En wat niet veel mensen weten is dus dat hij het refrein van Sunshine heeft geschreven. Oh, echt? Ja. Kijk eens aan. Ja, dus dat was wel heel leuk. Ja. En daarna heb ik natuurlijk een nummer voor zijn album gemaakt. Ja. Volg mij. Ja. Allemaal in één dag? Nee. Okay, dat is later gebeurd. En... maar Addicted was een nummer die ik al had. En mijn manager had hem gestuurd naar Seven. Omdat hij eigenlijk wel echt de geschikte persoon was daarvoor. En hij vond hem gelijk heel hard. En hij zei, oké, hier wil ik op. Nice. Dus ja. Waarom vind jij Seven ook een goede artiest? Zeg maar, ik, in jouw optiek. Ik vind zijn hele vibe gewoon heel tof. Zijn stem is gewoon... Is gewoon iconic. Ja, heel... Ja, herkenbaar. Gewoon lekker om naar te luisteren. Hij heeft gewoon zijn eigen soort van stijl. Ik vind hem heel erg een hele leuke artiest. Nice. Nou, laten we teruggaan even naar jouw single, Addicted. Ja. Wat ben je allemaal verslaafd? Ben ik wel benieuwd naar allereerst. Nou. Nou jongens, ik ben Sigourney en ik... Ja, gooi het er even uit. echt verslaafd. Ja. Ja, dan heb ik een heel saai antwoord voor je. Ja, eigenlijk ben ik echt niet zo verslavingsgevoelig. Misschien gamen, Netflixen, M&M's. Nee, vroeger was ik verslaafd aan de Sims. Oh, of je dat spelletje dubbele punt dollar teken. Oh my god, nee, Motherload. Ja, Motherload. Motherload, ja. Dat was die code. Heb jij dat ook wel eens gespeeld, Donnie? Nee. Oh my game god. Game je überhaupt wel? Jij bent een Fortnite-gamer, Dat zie ik jou. Ik was vroeger ook al heel veel van de schietspelletjes. Zo. Dus nee, Sims, dat vond ik een beetje vaag allemaal. Maar ik snap wel waarom beetje het leuk. Beetje vaag, dat is toch super duidelijk. Ja, maar misschien wil ik het nooit gespeeld, denk ik. Volgens mij speelden meer meisjes ook wel de Sims. Ja, mijn broer zei altijd, ik snap niet waarom je gaat doen alsof je leeft. Want je kan ook gewoon leven, maar je gaat... Ja, ik was de hele dag mijn huis aan het bouwen. Dat was zeg maar het leukste. Wat het. Maar wat was jouw inspiratie voor dit nummer? Naast de liefde natuurlijk. Ja, zeg maar, hoe heb je het geschreven? Ik vind het gewoon grappig om te zien dat je gewoon tegenwoordig zoveel te weten kan komen over iemand zonder dat je iemand eigenlijk leert kennen. Ja. Ik bedoel, als je into iemand bent en je wilt een beetje informatie over diegene, kan je zoveel te weten komen. Dat is best eng, hè? Je kan vergeleken gewoon, met voetbal. Ja, als ik op iemands Instagram kijk, dan kom je ineens uit op zijn vriend en dan weet je wie zijn ex is en dan weet je wie zijn moeder is en dan weet je waar hij zijn verjaardag heeft gevierd. Ja, dat is wel handig ook. Handig, wel een maar beetje indruk maken, wel een beetje dingen. Creepy. Ja. Ja, en ik merk dat mensen het niet vaak in het echt zeggen. Je moet altijd dan gewoon doen alsof je dat niet weet. Niet dan weet. Ja, precies. Oh, ja, vorige week in Londen. Ja, leuk. Maar je weet leuk. Het al. Ja. Klopt. Donnie, is het ook een beetje jouw tactiek om meisjes te versieren? Om een beetje checken wat... Ik denk dat iedereen, ik heb wel vaak dat ik iemand dan ontmoet en dan denk ik van eigenlijk weet ik al heel veel over je, denk ik dan. Hè? Dat weet je natuurlijk niet echt hoe iemand echt is, maar je hebt wel natuurlijk meteen al een beeld bij iemand. Vind je niet kut dat heel veel mensen al alles over jou weten dan bijna? Denken ze dus dat ze het weten, maar dan weten ze het natuurlijk niet echt. Maar ik snap wel, maar dat is ook hoe je jezelf dan presenteert toch, of wie je bent. Dus, ja. Wat is dan jouw grootste misvatting, wat mensen dan niet over jou weten? Nou, ik heb wel vaak dat mensen denken dat ik misschien arrogant over kan komen. Ja, maar dan dat dacht ik wel. Bijvoorbeeld. Nee, maar zoiets. Maar het kan ook iets anders zijn. Maar dat ze dan achteraf... Ik heb wel vaak dat ze me dan spreken en dat ze zeggen van... ik vind je eigenlijk best wel een chillig gozer. Okay. Waarom nu wel dan? Ja, nou, ik dacht eigenlijk dat je niet zo was. Nou, precies. Dat kan. Je hebt een beeld bij iemand. Ja. Cool. Sigourney, we gaan weer even terug naar jouw muziek. Want je hebt Engelstalig muziek gemaakt. Ja, Nederlandse klopt. Muziek. Ja. Welke kant wil je op? Want je woont in Londen, je bent nu in Nederland. Waar gaan we heen? All over the place. Ja. Ja, klopt. Je hebt echt veel gedaan ook al inmiddels. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk begonnen inderdaad. Ik heb ook voorheen Nederlandstalige muziek gemaakt. Ja, klopt.
daar hoeven we niet naartoe te gaan nu. Nee. Maar, waarom niet? Ja, nee, dat is gewoon ben je er niet meer licht in het verleden? Nee, ja. Schaam je ervoor? Nee, helemaal niet. Okay. Maar dat is gewoon Oké. Dit is een reboot, een restart precies. Van jezelf. Ja. En natuurlijk gefocust op Engelstalen geweest. En ja. Toen ging ik dus eigenlijk wat Nederlandse featurings doen die heel goed zijn gegaan. Ja. Die met Kevin dus en Seven. Ja. En toen ben ik Nederlandse nummers gaan schrijven. Gewoon eigenlijk niet eens voor mezelf, maar ik wilde ze geven aan andere artiesten. En toen, het eerste Nederlandse nummer wat ik toen schreef was Addicted. En die ging dus naar Seven en Seven was enthousiast en die wilde erop. Toen dacht ik, hey, wacht eens eventjes. Die gaat niet naar iemand anders, die ga ik lekker zelf doen. Ja, ja. En toen ben ik eigenlijk gewoon meer Nederlandse nummers gaan maken. En nu ben ik eigenlijk best wel ver in het project. En ik denk dat ik al een soort van EP bijna ready heb. Dus er gaat echt wel veel... Dus dit jaar kunnen we een EP van je verwachten? Zeker. Ik wil gewoon zeker echt regelmatig singles uitbrengen. En als die goed gaan, dan hoop ik... Is er nog een featuring waar je iets van een little scoop waar je over kan vertellen? Voornamelijk zelf gewoon? Ik wil ook wel gewoon natuurlijk zelf. Ik vind het wel heel leuk om samen te werken met andere mensen. Ja. Gewoon omdat het gewoon... Dan heb je voor iedereen tof. Wat. Ja, en ook gewoon inderdaad een andere vibe of zo. Ja. Andere impuls. Maar ik heb bijvoorbeeld wel echt een hele leuke track gemaakt met Kaza. Oh, echt? Kijk eens aan. Ja, wow, yes. Ja, ik heb al eerder met hem samengewerkt. Het hebben we ook een heel leuk nummer gemaakt. Ja. En, ik vind jullie ook wel echt goed bij elkaar passen. Ja, we hebben echt een hele leuke... vibe. Ja. Dus dat zit er misschien wel aan te komen. Gruwelijk. En jij hebt een relatie met Brahim Fouradi. Jullie wonen ook samen, toch? Ja, klopt. Nice. Hoe is dat, samenwonen? Ja, hartstikke leuk. Gaat het wel helemaal goed? Kut. Nee. En helpt hij je ook qua muziek? Of is het echt jouw eigen ding? Ja. Hij doet wel mijn management. Oh, echt? Ja, dat doet hij al jaar. Ja, wat doet hij allemaal daarnaast nog? Maar dus onder andere management dingen. Ja, management voor mij. En ja, dat gaat gewoon eigenlijk heel goed. Ja, we werken gewoon heel fijn samen. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Ik ken hem echt al super lang. Echt al 20 jaar? Dat is wel heel, niet wel heel lang, maar... gewoon jij bent 21. Ja, ik ken hem wel echt al heel erg lang. En het is natuurlijk een kleine wereld ook in Nederland, de muziekwereld. Zeker. Dus we waren al heel lang vrienden en... we zijn nu dus al een paar jaar samen. En hij is ook best wel druk. Hij vliegt de hele wereld over. Best wel, ja. Vlieg je wel eens met hem mee? Doen jullie dat dan samen? Ja. We proberen natuurlijk wel veel samen te reizen. Maar zoals nu bijvoorbeeld, moet ik wel hier zijn voor mijn... Tuurlijk. Beetje mijn eigen project en alles. Dus dan gruwelijk. Doe ik gewoon mijn eigen ding. En wat ik ook echt fucking grappig vond was... Ik was laatst op zijn Instagram en toen zag ik het volgende filmpje. Rob, waar kom jij vandaan? Wat doe je dan? Wat nou? Zo goed. Donnie, wist jij dat Robbie Williams Nederlands kon? Nee, ik dacht echt gewoon dat ze gewoon iets bewerkt hadden of zo toen ik het eerst luisterde. Ja. Toen ging ik helemaal stuk van... Maar hij kan gewoon Nederlands. Ja, ik denk dan gewoon dat hij gezegd heeft van kan je dit eens proberen te zeggen. Ja? Gewoon echt gewoon perfect gewoon bij deze. Hij zou er gewoon echt kunnen wonen. Ja, volgens mij wel. Ze zijn gewoon een beetje grappig aan het maken in de studio. Maar ik ben wel benieuwd, ik weet niet of je dit mag vertellen, maar werkt hij samen met Robbie? Gaan ze een nummer doen of zo? Nou, hij was in L.A. om te werken aan wat muziek met Robbie. Echt, joh? Maar wat daar gaat uitkomen, dat weten we natuurlijk niet. Maar hopelijk, ik heb een heleboel leuke dingen gehoord. Dus wie weet. Oké, gruwelijk. Ik had hier nog vragen staan over Ronnie Flex. Voor iedereen die denkt dat jij een nummer had gemaakt met Ronnie Flex. Ja. Want er was iets gelekt op het internet. Ja, klopt. Heb ik voorbij zien komen, maar dat ben ik niet. Dus voor nu... Dat ben je niet. Ik zat ook echt zo naar je stem te luisteren. Ja. Ik dacht, nee, volgens mij is het er niet. Nee, maar... dat ben ik maar niet. Ik denk wel dat je een goede match zou zijn met Ronnie. Zou je nog willen samenwerken met Ronnie Flex? Ja, super graag. Ik ben wel echt een fan van hem. Oh, echt? Ik vind hem wel echt een van de hardste artiesten. Maar hoe van komen Nederland. Die mensen dan bij jou? Of weet je dat ook niet? Waarom jouw naam? Misschien omdat Sunshine uit was en dacht diegene dat mijn stem een beetje een soort van, I don't know. Ja, gewoon random. Ja. Er zijn niet heel veel zangeressen in Nederland die Nederlandstalig zeg maar nu doen of whatever. En misschien was dat de link of zo. Ja. Maar je bent het niet. Nee, ik ben het niet. Jongens, sorry. Okay, duidelijk, ontkracht. Sigourney, wat is voor jou nu, aangezien je hebt ontzettend veel gedaan in je carrière, weet je wel, van gedanst, geacteerd tot muziek gemaakt. Ja. Wat is nu voor jou de kant die op we gaan? Ga je 100% voor muziek? Of weet je het zelf ook nog niet? Nou, ik vind alles wel heel erg leuk. Ik dans inderdaad al mijn hele leven. Ja. Ik vind acteren heel erg leuk. Je kan ook echt heel goed leuk. Dansen. Dankjewel. Dat wil ik zeker blijven doen. Ja. Niet meer zeg maar voor anderen, maar echt voor mezelf. Precies. Dus dat zal ook zeker in mijn hele project te zien zijn, zeg maar. Ja. Mijn dans. Ja.
En ik wil gewoon hele toffe muziek uitbrengen eigenlijk. En zoveel mogelijk. En, ja. Duidelijke taal. Ik hoop gewoon dat over een paar jaar dat we jullie allebei op de bank hebben. Dat ik auditie mag hebben voor Donnie. Ik zie ook wel, ja, misschien. Who knows? Ja, het zou interessant zijn.